Ik ben Gerrit-Jan Wolfensperger. Ik ben de zoon van Gerrit-Jan van der Veen. En heb de achternaam gekregen van mijn tweede vader, met wie mijn moeder op mijn 10e trouwde. Mijn vader, Gerrit-Jan van der Veen, is opgeleid tot werktuigbouwkundige, maar daarna is hij beeldhouwer geworden. En toen de oorlog begon, weigerde hij uiteraard zich aan te sluiten bij de cultuurkamer. Daar kwam een clustering van mensen uit voort die het blad De Vrije Kunstenaar begonnen te maken. In de loop van die oorlog is mijn vader vrij intensief in contact gekomen met de groep 2000 van Jacoba van Tongeren. En dat is eigenlijk gegaan in twee verschillende fasen. Een van de grootste daden die mijn vader heeft gepleegd, zou je kunnen zeggen, in de oorlog is de aanslag geweest op het bevolkingsregister in Amsterdam. Uiteraard met het doel om de bevolkingskartotheek zodanig te vernietigen dat Joden niet meer opgespoord konden worden. Dat was in maart 1943. En bij de voorbereiding van die overval is Jacoba van Tongeren betrokken geweest. Samen met mensen als Frida Bellinfante, Willem Arondeus, Johan Brouwer. Die overval is succesvol uitgevoerd. Dat is niet eens zozeer een geweldig succes geweest wat betreft het aantal verbrande kaarten, maar wel een geweldig statement dat er natuurlijk verzet was in Nederland tegen. Het is als actie is het. Helaas zijn heel veel mensen daarna opgepakt en gefusilleerd. Mijn vader niet. In die tijd heeft hij heel nauw samengewerkt als groepslid 2200 van de groep 2000. Daarna heeft hij zich vooral gericht op wat zijn misschien grootste werk is geweest, namelijk de persoonsbewijzencentrale. Mijn vader is industrieel valse bonkaarten en persoonsbewijzen gaan maken. Aardig verhaal is dat het grootste probleem bij die persoonsbewijzen het maken van het watermerk was. En oorspronkelijk deden ze dat door het watermerk was een leeuwtje. Dat knipten ze dan uit, heel voorzichtig, en sielden het tussen twee stukken papier waarop het net een watermerk leek. En er zijn nog foto's waarop mijn moeder, die uiteraard daar heftig in betrokken was, samen met een paar andere vrouwen in de Laressenstraat in Amsterdam, die leeuwtjes zitten knippen om ze in die persoonsbewijzen te kunnen opbergen. Daarna hebben ze een methode gevonden om die watermerken echt goed na te maken. In die tijd is de relatie tussen de groep 2000 en mijn vader wat anders geworden. Mijn vader werd eigenlijk de grootste leverancier van, bijna de unieke leverancier van grote hoeveelheden, 80.000 valse persoonsbewijzen aan de groep 2000, die ze dan weer verspreidden onder al de mensen die door de groep 2000 werden verzorgd. Onderduikers, Joodse mensen, verzetsmensen, etc. Het is heel ontroerend wat Jacoba van Tongeren schrijft over mijn vader. Twee dingen viel mij op in het boek. Ze schrijft in de eerste plaats dat ze bij mijn vader zo ongeveer een bestelling kon plaatsen met de grote zekerheid dat binnen een week de bestelling dan gewoon afgeleverd werd, zoals gevraagd. Zo werkte het in die tijd. En wat mij helemaal ontroerde is dat Jacoba van Tongeren heel erg, ja, bijna liefdevol schrijft over mijn vader. Ze zegt op een gegeven moment in dat boek, wat ik nu uiteraard gelezen heb, waar ik heel veel heb gelezen dat ik niet wist, moet ik zeggen. Ze schrijft dat mijn vader met één of twee anderen die ze in de oorlog heeft leren kennen, door zijn persoon en door zijn daden behoren tot de mensen die nooit vergeten mogen worden. Ze was kennelijk zeer op hem gesteld en dat ontroerde mij. Dat vond ik heel erg mooi om dat te lezen. Mijn vader is in 1944 na de overval op de Weteringschans, de gevangenis daar waar hij probeerde om een paar van zijn gevangen vrienden, Henk Dienske onder andere, die zat daar gevangen, probeerde die te bevrijden. Die bevrijdingsactie is mislukt doordat er een hond aansloeg. Mijn vader is toen in zijn rug geschoten. Hij had een kogel in zijn ruggengraat. En is een paar dagen later, hij was nog weggekomen en is op zijn onderduikadres verraden en opgepakt. En op 10 juni 1944 gefusilleerd in de duinen bij Overveen, 2 maanden voor mijn geboorte. Hij heeft geweten dat ik eraan zou komen, hij heeft me zelfs erkend schriftelijk.
iets wat mij ook uiteraard raakt. En ik ben twee maanden later geboren. Heb hem dus nooit gekend, persoonlijk, maar natuurlijk wel de eerste jaren van mijn leven, de eerste 10 jaar van mijn leven, ja, je zou kunnen zeggen, geleefd in de schaduw van iemand met bijna mythische proporties. Ik woonde voor een deel in de straat die naar mijn vader was genoemd. En dat is overigens best een zware belasting voor een klein jongetje dat op school zit.